Goedenavond. Branden in Israël. En wat wil de ChristenUnie met het zilveren stembusakkoord? Welkom bij Uitgelicht. Verkiezingskoord steekt de kop op in Den Haag. De ChristenUnie komt met een zilveren stembusakkoord om voltooid leven te voorkomen. Daar spreek ik zo over met Eppo Bruins, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Maar eerst wat anders. Voor de vierde dag op rij wordt Israël geteisterd door felle branden. De Israëlische minister van Veiligheid zegt dat zeker de helft van de branden met opzet is aangestoken. Aan de telefoon Yair Strijker, woonachtig in het midden van Israël waar veel branden zijn. Goedenavond, meneer Strijker. Ja, goedenavond. Shabbat shalom. Ja, branden in Israël, felle branden zelfs in uw omgeving. Wat is de situatie op dit moment? Ja, op dit moment is dus nog steeds de noodtoestand van kracht. Die is dinsdag uitgeroepen. Er zijn inmiddels zo'n 220 brandhaarden in Israël. Ja. Die plotseling ontstonden. 750 hectare aan bos is er... in rook opgegaan. En hier en daar zijn branden wel geblust, zoals op veel plekken in Haifa. Ja. Maar er komen ook weer steeds nieuwe brandhaarden bij. En die situatie is nog lang niet onder controle. Ja, u zegt ons gelukkig... Sorry? U zegt 220 branden die plotseling zijn ontstaan. Hoe kan dat dan? Ja, hoe kan dat dan? Als je een plaatje ziet van het Midden-Oosten, dan zie je dat de wind die uit het oosten komt toch een groot gebied treft. Jordanië, Syrië, Egypte, noem maar op. Maar dat alleen in Israël zulke vreselijke branden zijn ontstaan. Ja. Dus dat doet er wel vermoeden van wat is hier aan de hand. Want we worden allemaal geteisterd door de droogte. Het heeft amper geregend vanaf maart. Maar het is natuurlijk toch wel apart dat alleen Israël zo van noord tot zuid getroffen wordt door deze branden. Die in de bossen worden aangestoken rondom vaak Joodse dorpjes alleen. Ja. Lukt het de brandweer in Israël om het vuur te bestrijden? Ik heb begrepen dat er ook hulp komt vanuit bijvoorbeeld Griekenland, Turkije, Kroatië, Cyprus. En zelfs Rusland heeft hulp aangeboden. Inderdaad, Rusland heeft zelfs een heel bijzonder vliegtuig gestuurd. Zo'n Berief 2. B200, die kan 12.000 liter in 14 seconden opzuigen uit zee. Ja. Dus er wordt met mannenmacht gestreden hier met honderden buitenlandse blusmannen ook om het vuur te bestrijden. En nogmaals, dat lukt grotendeels. Bij ons in de buurt op 7 kilometer afstand in Modi'in en in Dolev waren gisteren ook branden, die zijn min of meer allemaal wel geblust. Mm-hmm. Maar ja, ze komen overal weer naar boven. Zoals nu in de Galilea zijn branden ontstaan. Vlak bij Jeruzalem, Beit Meir, moesten alle mensen vandaag geëvacueerd worden. En ja, de wind houdt nog wel een paar dagen aan, vermoedt men. Ja, de minister van Veiligheid die stelt dat veel branden zijn aangestoken. Is er eigenlijk duidelijkheid over het motief? Het motief is in feite wat ze hier noemen een ecoterrorisme. Hamas gebruikt deze term zelf ook en die moedigt ook op internet aan, op hashtag Israel is burning, om brand te stichten. Er zijn ook mensen al opgepakt, Palestijnen, voor dit gebeuren, voor brandstichting zelf. Ja. En minstens 50% is dus met opzet aangestoken. En dan denk je van ja, dit is een vervolg op de intifada waar we al een jaar echt last van hebben, de Jeruzalem Intifada. En dat motief is dan toch wel, wijst dan toch op terrorisme. Ja. Netanyahu heeft ook echt van gisteren en vandaag weer gezegd, iedereen die gepakt wordt voor het aansteken van bossen of wat dan ook, vuur, die kan een zware straf krijgen tussen de 15 en rond de 15 en 20 jaar gevangenisstraf. Ja. Dus dat zijn wel ernstige dingen. Maar kijk, we praten hier ook over het land van God zelf. En wij bidden ook voor dat de wind mag draaien. En dat Netanyahu als het ware opstaat. Zeg, jongens, die hulp uit het buitenland is mooi. Ja. Mijn vrouw zei nog, jongens, we moeten de God van Israël bidden dat hij de wind gaat keren. En dat water uit de hemel komt.
Dat lijkt me heel mooi, meneer Jaarstrijker, om daarbij aan te sluiten bij die oproep. Om te bidden voor regen in Israël. Dank voor uw toelichting. Amen. Graag gedaan. Ja, en dan naar de situatie in Den Haag. Want meneer Eppo Bruins is bij ons de gast. Goedenavond. Goedenavond. Voordat we daar naartoe gaan, even over die branden. Mm. U gaat zelf naar Israël toe, begrijp ik, volgende maand ben ik daar. Ja, wat is uw oordeel daarover? Kijk, de Netanyahu heeft zelf al gezegd dat het erop lijkt dat op zijn minst een deel van de branden is aangestoken. En je moet er toch niet aan denken dat dit doorgaat en dat dit de nieuwe vorm van terrorisme gaat worden. Want dat is zo wreed. U ziet er ook duidelijk terrorisme achter. Zoals de heer Strijker al zei, het zijn wel heel veel branden op heel veel verschillende plekken. Ja. En de regering in Israël zelf heeft al gezegd dat een aantal is aangestoken. Er zijn ook een aantal brandstichters opgepakt. Of het terrorisme is en of je het zo moet benoemen, daar gaat de regering van Israël over, wat mij betreft. Op dit moment vinden wij het belangrijk om als ChristenUnie om als één man achter Israël te staan. Mm. Dus gisteravond heeft mijn collega Voor de Wind minister Koenders opgeroepen om hulp aan te bieden. Om meteen blusvliegtuigen, of wat we dan ook maar kunnen doen om te helpen. Om die, u vindt dat Nederland dat moet doen? We moeten absoluut nu onze solidariteit tonen met de Israëlieten. Ja. Is dat het enige of is er ook nog iets politieks mogelijk? Kijk, de ChristenUnie die roept al een tijd op om te stoppen met de financiering van terroristen. Nog steeds wordt er vanuit Nederland geld gegeven aan organisaties in Palestijnse gebieden die dat geld ook doorsluizen naar Palestijnen die in de gevangenis zitten vanwege terreuraanslagen. En dat geld gaat daar rechtstreeks naartoe als een soort salaris, als een soort beloning. En we roepen al tijden dat dat gewoon echt moet stoppen. Ja. We moeten in die zin alles in het werk stellen om Israël te helpen het terrorisme tegen te gaan. Wij berichten hier nu over, maar verder in de media zie je hier heel weinig over. Het is heel raar om te zien dat bijvoorbeeld het NOS Journaal had gisteren een heel klein stukje, een heel klein item. En op de radio was het nagenoeg afwezig. Ja. Voor mij is het buitengewoon belangwekkend nieuws. Israël staat in brand. Mm. En letterlijk? En we kunnen niet werkeloos toezien. We moeten absoluut onze hulp aanbieden en dat land steunen. Ja. Even naar de politieke werkelijkheid in Den Haag. U heeft deze week een zilveren stembusakkoord aangekondigd, samen met Omroep Max. Wat is dat precies? Ja, een stembusakkoord is dat je eigenlijk al voor de verkiezingen een hele brede maatschappelijke coalitie vormt. En dat je zegt, welke partijen ook straks aan de macht komen, dit is zo belangrijk, hier gaan we met z'n allen aan de slag. En we hebben een stembusakkoord waardig ouder worden, samen met de Omroep Max en de ouderenbond KBO-PCOB. Gelanceerd, waarin we zeggen, we moeten op een andere manier omgaan met onze ouderen. Ja. Hoe beschaafd een land is, dat kan je zien aan hoe je met je ouderen omgaat. Mm-hmm. En op dit moment zijn veel ouderen die zijn eenzaam, die hebben het niet fijn. En we zien dat er op dit moment een discussie gaande is over voltooid leven. Hoe gaan we om met ouderen die zeggen, mijn leven is wel klaar. Maar u wilt dat niet in de campagne dan verwrongen laten worden door allerlei invloeden, maar van tevoren er al een akkoord over sluiten? Ja, want er zijn partijen die kijken verschillend naar hoe moet je nou omgaan met voltooid leven. En wij zijn huiverig voor de voorstellen die op dit moment bijvoorbeeld door D66 worden gedaan van geef die mensen maar een pil, dan is het over. Daar kunnen we echt met onze hersens niet bij dat je dat voorstelt. Maar waar we het allemaal wel over eens zijn, is dat achter die term voltooid leven vaak een hoop leed schuilgaat. Ja. Van eenzaamheid. Oudere mensen die zichzelf tot last voelen zijn. Nou, en daar moeten we de helpende hand naartoe uitsteken. En moeten we zorgen dat we dat kunnen voorkomen. Maar met alle respect, je zou kunnen zeggen, een ordinaire verkiezingsstunt van de ChristenUnie. Een verkiezingsstunt zou het zijn als je, denk ik, op een hele andere manier, wanneer je het als partij allemaal naar je toe trekt. Ja. Wat wij juist hebben gedaan, is deze week zeggen, sluit je bij ons aan. En we hebben niet voor niets ook maatschappelijke organisaties gevraagd om bij ons aan te sluiten. En we nodigen alle partijen die dit doel nastreven, om ouderen op een waardige manier ouder te laten worden, die dat ook nastreven om zich bij ons aan te sluiten. Ja. Zodat we heel breed kunnen gaan zeggen, jongens, dit is een probleem. We mogen niet bij de pakken neerzitten. We moeten op een andere manier kijken naar ouder worden. Het is een waardevolle manier, een waardevolle fase in je leven. Ja. En deze mensen hebben een waardevolle bijdrage. Maar kunnen we dan meer akkoorden verwachten met bijvoorbeeld boeren, die ook in de problemen zitten, met leerkrachten, waar u zelf
druk mee bent. Nou, we hebben nog niet iets van plan, maar ik kan me zo maar voorstellen dat we op het gebied van onderwijs ook zo'n stembusakkoord zouden sluiten. Als we bijvoorbeeld zien dat we een enorm tekort hebben aan meesters voor de klas. Bijna alleen nog maar juffen op de basisscholen. En we hebben meesters en juffen samen nodig om jongens en meisjes op een goede manier door zo'n school heen te loodsen. Dat we een soort stembusakkoord gaan vormen om meer meesters voor de klas te krijgen. Dat we zeggen, we moeten ook anders met onze meesters en juffen omgaan. En ook die basisschoolleraar meer leren waarderen. Maar uiteindelijk, meneer Bruins, weet u ook, gaat het in Den Haag maar om één ding. Om geld. Geld is heel belangrijk in Den Haag. Maar wat we als ChristenUnie nou juist zeggen is, de hoop ligt in de samenleving. Ja. En daar waar we goede initiatieven zien, bijvoorbeeld rondom die ouderen, dat je ziet dat er kleinschalige hospices zijn waar mensen op een waardige manier hun laatste levensdagen kunnen slijten. Dan zeggen we, als dat nou een plek van hoop is, ga dat dan niet volstoppen met regels en regelgeving en wetgeving. Ja. Maar zorg dat die initiatieven die hoop geven in de samenleving, dat die alle ruimte gaan krijgen. En als ChristenUnie willen we voor die initiatieven de stem in Den Haag zijn. U laat het woord hoop vallen. Dat staat morgen ook centraal op uw verkiezingscongres in Nijkerk. Wat is die hoop? Die hoop is, nou precies wat ik zeg, dat de... kijk, als partij moet je niet bang zijn om problemen te benoemen. En we hebben een hoop problemen in de wereld. We hebben net bijvoorbeeld weer Israël gezien. Maar ook hebben we problemen in Nederland zelf. We hebben achterstandswijken. We hebben scholen waar problemen zijn. Waar bijvoorbeeld de Holocaust niet meer besproken kan worden. We hebben allerlei problemen, die moeten we benoemen. Maar de hoop is dat er een heleboel plekken in de samenleving zijn waar het wel goed gaat. En waar je als politiek moet zorgen dat die plekken de ruimte gaan krijgen. Maar dat zeggen CDA en SGP ook. Nou, de ChristenUnie heeft denk ik een fundamenteel andere manier van politiek maken gevonden. En dat is, wij willen... wij zien dat het gebeurt niet in Den Haag, het gebeurt in de samenleving. Ja. En daar willen wij achter gaan staan als politieke partij. We willen deel zijn van die beweging. We willen handen en voeten geven aan dat wat Jezus ons heeft opgedragen. En we willen zorgen dat daar waar het goed gaat in deze samenleving, dat ruimte krijgt. Ja. En daar waar het niet gaat goed gaat in deze samenleving, daar moet je zorgen dat je als politiek ingrijpt. Dat je de kwetsbaren beschermt. Dat je zorgt dat er een toekomst is voor iedereen. Dat iedereen meetelt. Maar ook bijvoorbeeld dat vrijheid, geloofsvrijheid, mogelijk blijft in dit land. Ja. Daar waar andere partijen, zoals bijvoorbeeld SP of VVD, vaak geloofsvrijheid als iets heel engs zien of iets heel spannends zien. Omdat ze bang zijn voor islamitische invloeden. Op dat congres wordt ook de kandidatenlijst vastgesteld. U staat zelf op nummer 5. Ja. Er zit weinig vernieuwing in de top 5. Van... Nou, ik ben heel blij dat de top 5, het team dat we op dit moment in de Kamer hebben, dat is nog relatief nieuw hoor. Ja. We hebben net gevierd dat Joël Voordewin 10 jaar Kamerlid is. Maar voor de rest is het allemaal korter dan dat. En we zijn heel blij dat we als team door willen. Dat we met z'n vijven zeggen van we hebben het goed. Maar ja, we hopen natuurlijk op groei. 6 zou mooi zijn. Maar 7 zou een heilig getal zijn. Dat zou een prachtig wonder zijn. Om met 7 zetels te mogen doorgaan na 15 maart. Als u een voorkeursstem uit zou mogen brengen op iemand van de lijst, wie wordt dat dan? Oh, ik heb daar niet over nagedacht. We hebben zo ontzettend veel talentvolle mensen in die top staan. Nou, laat ik zeggen, ik stem op mijn leider, Gert-Jan Segers. Maar we hebben ook prachtige mensen als Joelle Drost, Nico Drost en Joelle Gooyer. Herman Vreugdehil, Don Seder. Het zijn allemaal prachtige mensen. Jonge mensen, ook uit alle regio's. Er is heel veel talent op de lijst. Mm. Heeft u nog een rol morgen op het congres? Nou, of mag u alleen maar op het podium zitten en glimlachen? Ik moet in ieder geval op het podium zitten en glimlachen. Maar waar ik heel blij mee ben, is ik mag Kinga Ban begeleiden op de piano met 2 mooie liederen. Daar zie ik enorm naar uit en dat vind ik een enorm voorrecht. Mm. En welk thema vindt u dat morgen absoluut besproken moet worden? We zullen zeker praten over het waardig ouder worden en hoe we met ouderen willen omgaan. Maar voor mij als onderwijswoordvoerder is onderwijs natuurlijk een enorm belangrijk onderwerp. En daar zal ik ook zeker over praten. Oké, nou, we gaan kijken hoe zich dat gaat ontwikkelen. Wanneer is voor u de dag geslaagd? De dag is geslaagd als we het gewoon zien dat we het heel goed met elkaar hebben. Maar ook wanneer we ons verhaal hebben kunnen vertellen dat hoop in de samenleving wordt gecreëerd door de samenleving zelf. Uitstekend. Dank voor uw toelichting, Eppo Bruins, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Dank voor het kijken. Maandag zijn we er weer. Dag!